Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met de heer Joël Tersol. Hij is van de organisatie Smart Buildings. En hij heeft namelijk onder zijn hoede ook het Tiny House project. En daar gaan we vandaag over praten. Wat houdt het in? Waarom? En hoe werkt dat in Suriname? Want het is natuurlijk al internationaal een beetje een fenomeen. Er worden ook zelfs documentaires over gemaakt. En we weten, we moeten allemaal de aarde redden. Dat is een hele belangrijke reden waarom we eventueel voor een Tiny House zouden moeten kiezen. Maar hoe dat zich in Suriname vertaalt... Want we hebben genoeg ruimte hier in het land. Gaan we vandaag aan hem vragen. Goed, Joël. Welkom bij Q-Time. Leuk dat je even tijd vrijmaakt voor ons. Ik heb het in de intro al gezegd. We praten over jouw organisatie Smart Buildings. Wat doet Smart Buildings? Wat voor bedrijf is dat? Wij bouwen smart woningen. Het zijn vaak mobiele woningen. Dat betekent dat het wordt maken in de fabriek. En we kunnen het in principe overal naartoe brengen. Hier in de stad, we hebben klanten die al een bestaande woning hebben. Maar ze willen toch kleiner gaan wonen. Of willen bijvoorbeeld voor hun vakantiegangers een tweede woning op het terrein hebben. Dan maken wij de woningen in de fabriek. En dan wordt het met een trailer en een truck gebracht naar de locatie. Soms tillen we die hele woning over de bestaande woning om in de achtertuin te komen. Maar dan heb je dus eigenlijk binnen 24 uur heb je een kant-en-klare woning in je achtertuin. Ja, ja. Nou, het is niet 24 uur, omdat je natuurlijk in de fabriek wel tijd eraan besteedt. Dus het is wel binnen 24 uur op je terrein. Maar hoe lang doe je erover om zo'n prefab woning in jouw fabriek te fabriceren? Ja, dus we bouwen modulair. En modulair houdt eigenlijk in dat we modules bouwen. En we kunnen in principe, als we een opdracht hebben binnengekregen van een klant en we hebben het materiaal in voorraad, kunnen wij binnen 6 weken de modulaire woning opleveren. Ja. Je moet nagaan, als het in de fabriek gemaakt wordt, dan kunnen we ook 's avonds doorwerken. Want de fabriek heeft gewoon verlichting. Als het regent, hoeven we niet te stoppen. Je hebt geen zware fundering nodig. Dus uiteindelijk zijn de werkzaamheden op locatie minimaal. Ja. Dus je hebt heel veel tijdwinst. Okay. Dus dat is eigenlijk wat Smart Buildings doet. En neem ik aan dat van de activiteiten van Smart Buildings, Tiny House er één van is. Ja, correct. Ja, correct. Ja. Oké. Okay. Ja. Als ik denk aan Smart Buildings, dan denk ik toch ook wel meer aan smart op elektronisch niveau. Is dat ook zo? Ja, dat wordt ook toegepast hoor. Ja. Je moet nagaan, als de klant dat wilt, dan plaatsen we camera's binnen en buiten de woning bijvoorbeeld. Ja. Maar ook een smart airco, waarbij je dus de temperatuur in je woning kan bepalen vanuit de afstand. Je hebt een appje, je kunt zien dat het warm is, je kunt het aanmaken, eventueel de airco. Maar dat stukje smart zit hem ook in het efficiënt bouwen. En het energiezuinig bouwen. Mm-hmm. De materialen die wij gebruiken bijvoorbeeld, de gevelbeplating, die heeft een speciale thermoverf. En die thermoverf zorgt ervoor dat het warmte juist afweert. Mm-hmm. De huizen worden volledig geïsoleerd. Niet alleen maar de wanden, maar ook het plafond. We gebruiken ook heel veel hout. En speciaal hout, wat ervoor zorgt dat, mocht je misschien een lekkage hebben, dat het hout niet uitzet, of de termieten er niet van houden. Dus we proberen eigenlijk mensen die met hun wensen naar ons toekomen, te begeleiden in het proces. Want vaak wil men heel erg groot, maar we leren ze dus eigenlijk dat je wat je in het groot wilt, veel kleiner kan, waardoor je minder bouwkosten hebt, maar ook in de toekomst minder onderhoudskosten hebt. Ja. Want... En de trend is klein eigenlijk, hè, tegenwoordig. De trend is klein, absoluut. Ja. En ook vooral mobiel. Waarom mobiel? Je bent dan niet meer verplicht om je eigen perceel te hebben. Je kan deze woning bijvoorbeeld bij een oom, een tante of iemand waarvan je een perceel gewoon huurt, kun je het plaatsen. Velen van ons hebben slecht toegang tot een goede bankfinanciering. En als je dan je perceel kan kopen, moet je soms nog 10 jaar wachten voordat je kunt bouwen. Wij proberen het een beetje om te draaien, waardoor je dus nu al je woning kan kopen, al kan zelfstandig kan wonen. En vandaar het kan groeien naar uiteindelijk een grotere woning. Okay, en je huis eigenlijk gewoon oppikken, zoals je uitlegde, en op een andere plek neerzetten, binnen 24 uur. Ja, klinkt wel spannend hoor. Ik zou dat wel heel erg graag willen zien. Klinkt heel sexy, gewoon echt waar. Okay. Nee, het is ook echt bijzonder. Het is ook echt bijzonder. Okay. Omdat
Veel mensen gebruiken het nu ook als een Airbnb-woning. Ze hebben al een prachtige tuin. En we hebben een heel klein modelletje van 20 vierkante meter. Maar die is compleet, echt compleet. En als je dat zet in een leuke tuin, ja, dan kun je daar in de nabije toekomst ook gewoon gasten ontvangen. Ja, oké. Nu even over de tiny houses, want zoals ik het al in de intro zei, is het een beetje een internationaal fenomeen om het wonen op een andere manier aan te pakken. Gewoon veel milieuvriendelijker, we hebben gewoon niet meer zoveel nodig. En ik ben het helemaal mee eens. Ik vraag me inderdaad af, als we op de een of andere manier niet er sneller voor moeten zorgen, dat meer mensen dat besef gaan hebben dat groter niet per se beter is, maar juist kleiner. Gewoon doeltreffender. En ja, wat hebben we uiteindelijk eigenlijk allemaal nodig? Geluk en gezondheid is als je het mij vraagt. Niet per se de mansion en de oprijlaan en de walk-in closets. Ook kleding en dergelijke. Als je naar het totale milieubehoud concept kijkt, dan heeft dat ook met een milieubehoud te maken van, weet je, veel minder wassen, veel minder kleren, veel minder schoenen en ga zo maar door. Maar goed, dat concept moet denk ik nog een beetje voet aan wal krijgen in Suriname. Hoe is de reactie van de klanten op jouw tiny house project geweest tot nu toe? Je merkt dat de vraag naar een eigen woning heel erg groot is. De vraag naar financiële ruimte om het te kunnen kopen ook. En dat heeft onder andere mee te maken omdat, zoals we ook ervaren, de energiekosten worden hoger. En wij vertalen dat dus eigenlijk in van oké, als het alles om ons heen duurder wordt, dan moeten we juist gaan bezuinigen. En dan moet je dus minder energie gaan gebruiken. Dus tiny is zeker de oplossing, maar dan tiny in combinatie met een solarpakket bijvoorbeeld. Omdat als je tiny woont, ga je minder energie kunnen gebruiken. Die airco gaat niet zo vaak hoeven aan te slaan als je woning goed hebt geïsoleerd. Waarom geen regenwater opvangen om onder andere je toiletten mee door te spoelen? Want iedere keer als je nu de toilet doorspoelt, spoel je een kwartje door eigenlijk. Ja. En maar ook gewoon goed bruikbaar drinkwater spoel je door. Dus dat is natuurlijk ook een andere manier van efficiëntie. Precies. Maar als je de mensen dan leert om dan vervolgens gebruik te maken van deze alternatieven, dan gaat er echt een wereld voor ze open. Als je ze uitlegt dat we dagelijks zoveel organisch afval hebben en dat sommigen gebruiken het voor compost, anderen gooien het gewoon weg, maar wij zetten het om in methaangas en daarmee kun je onder andere koken. Dus je hebt uiteindelijk geen gascilinder nodig. Je hebt uiteindelijk, als je warm water wilt hebben bijvoorbeeld, kun je je methaan, je biogas, kun je aansluiten aan je gijzer. Waardoor je dus ook gewoon warm water hebt zonder dat je daarvoor gas hoeft in te kopen. En je gebruikt je rest keukenafval daarvoor als brandstof. Mm-hmm. Dus als we praten over tiny houses, het terrein waar wij zijn ingestapt is niet specifiek alleen maar het bouwen van die huizen, maar vooral ook een stukje awareness creëren. Ja, ik heb het idee dat je op dit moment meer awareness aan het bijbrengen bent dan ook daadwerkelijk echt. Maar ja, dat heeft op een gegeven moment moet het een spin-off effect gaan krijgen natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is wel echt heel erg mooi concept. Zonder vrijpostigheid, maar hoeveel tiny house opdrachten heb je nu lopen? Niet om in je portfolio te kijken hoor, maar ik ben gewoon benieuwd hoe groot de beweging is die op gang komt. We hebben op dit moment zijn we met 3 projecten bezig. Mm-hmm. Die worden dus nu gemaakt in de loods. Ja. Geloof me, het is allemaal nog een beetje in een vroeg stadium. Maar we werken nu aan 3 opdrachten, betaalde opdrachten. En dan hebben we dus advies mogen uitbrengen en de cliënten hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van het advies en we bouwen nu daarvoor. Okay. We hopen eigenlijk in de nabije toekomst veel meer opdrachten bij te krijgen, zodat het ook goedkoper kan worden. Ja, klopt. Want, nu is kunnen het, alleen materialen. Is het omdat het een tiny house is per se goedkoper per vierkante meter of juist niet omdat je alles moet fitten? Ja. In 20 vierkante meter. Het is inderdaad, precies, je zegt het goed hoor. Het is exact het tegenovergestelde. Ja. Per vierkante meter wordt het duurder. Ja. Maar ik geef mensen vaak de voorbeeld, een woning van 125 vierkante meter, traditioneel gebouwd, kunnen wij bouwen in 40 voet. Of in een woning van 40 voet. Dus je hebt aanzienlijk minder vierkante meters nodig. Ja. Maar je hebt wel een toilet nodig, ook weer een deur nodig, ook die gijzer of die een dierotank. Het zijn dezelfde producten. Ja, ga zo maar door. Ja, klopt. En als je inderdaad aan smart gaat, dan praat je ook over de elektronica die er wel en niet bij komt kijken.
Ja, Oké, precies, goed, precies. very nice. Maar het voordeel is wel vooral ook in het onderhoud. Ja. Je bespaart daar enorm veel op. Ja. Wij wonen ook smart. Wij wonen in een 40-voet container. We hebben 3 jonge kinderen. Maar als we het huis moeten opruimen, en ik ben nu thuis, nou met een half uur, 3 kwartier zijn we klaar. Ja, En oké. vroeger, omdat het huis groter was, hadden we daar veel meer tijd voor Ja. nodig. En nu, omdat het huis zo klein is, gaan we lekker buiten spelen. Goed, Dat got it. helemaal. Echt. Nou, dat is het. Onze kinderen Ja. zijn in de tuin bezig, zijn aan het planten, ze zijn elke dag vies. Ja. Maar ze leven en ze zijn vrolijk en ze ontwikkelen zich uitstekend. Oké. Dus Dus er moet ja. wel een wasmachine in het tiny house, hè? Daar moet wel een paar Kijk, we vierkante hebben een voet voor wasmachine. gereserveerd worden. We hebben een wasmachine, een wasdroger, we hebben Oké. zelf een vaatwasser. Ja, Dus het nou, kan. zie je wel. Oké, prima. Hey, Joël, ik zou zeggen heel erg veel succes met de projecten. Ik vind het een fantastische mogelijkheid die we hier hebben in Suriname. Ik ben blij dat het er is. En ik hoop voor jou dat de awareness geleidelijk aangroeit, want anders ga je alle opdrachten niet kunnen aannemen. Maar dat Oh. komt goed. De eerste stappen zijn gezet. En Dankjewel. veel succes met het Geweldig. uitvoeren van de projecten. Bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Oké, Oké, thank you. doei. Bye. Dat was het gesprek met Joël Tersol van Smart Buildings. We spraken over zijn bedrijf, Smart Buildings, wat dat precies allemaal aan het uitvoeren is. Maar speciale aandacht voor zijn Tiny House afdeling. En dat is een internationaal fenomeen, zoals ik het al zei, die nu ook in Suriname hopelijk een trend gaat worden. En het is gewoon zuiniger wonen in een kleiner huis, maar alle gemakken nog steeds erop en eraan. Onderhoudsvriendelijk en zoals Joel het uitlegt, kan je huis in de fabriek laten bouwen en op elke gewenste plek laten neerzetten en daarna ook weer verplaatsen naar een andere plek. Hoe mooi is dat? Dus misschien wel een beetje sparen, maar daarna toch wel genieten en weten dat jij ook je steentje hebt bijgedragen om ons milieu en onze aarde zuinig te gebruiken, zo zuinig mogelijk te gebruiken. Dus check het uit, Smart Buildings van Joel Tersol. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.